Israël Nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl whatsapp. allemaal. Welkom bij weer een nieuwe lezing van Christenen voor Israël via de livestream. Uh, vanavond hebben we uh, Dominee Frank Heikoop en hij is ook voorzitter van Christenen voor Israël. En hij gaat het hebben over het thema Wordt Jeruzalem nog vertrapt door de heidenen? Nou, ik ben heel benieuwd wat hij gaat vertellen. Heeft u nou tijdens de lezing vragen of opmerkingen, dan kunt u die achterlaten via de chatbox op ons YouTube-kanaal of via cvi.nl/slash livestream. En we hopen dat u een leerzame en interessante avond heeft. Um, dominee, mag ik u uitnodigen om hier te komen staan en te beginnen met gebed? Zo, dankjewel. Zullen we samen beginnen met gebed? Heer in de hemel, we komen tot u. U die de schepper bent. U die deze wereld gemaakt hebt en die hier gelukkig nog steeds op betrokken bent. U die in Jezus Christus ook onze verlosser bent geworden. Dank u wel, want wij leven op een schepping die in barensnood is. Die door moeilijke tijden heen gaat, die weeën meemaakt. Speciaal ook in onze dagen. En wat is dan goed om te weten dat het u niet uit de handen zal lopen. Dat u trouw bent aan het werk van uw handen. Dat we van nu op aan kunnen. Dat ons leven in uw hand is. En dat u bezig bent en dat u plannen hebt en bedoelingen. En dat u deze wereld leidt. Naar een nieuw begin. Dat u van deze wereld een nieuw paradijs wilt maken. Heren, dank u wel daarvoor. Geef dat dat onze troost en bemoediging mag zijn in deze dagen. Wilt u mensen nabij zijn die dat op een bijzondere manier nodig hebben? Mensen die misschien door ziekte getroffen zijn van zichzelf of mensen in hun omgeving, mensen in de medische zorg, artsen, verpleegkundigen wil hen sterken bij al het werk. Wat ze doen. Wilt u kinderen nabij zijn die ineens in zo'n heel andere situatie heel veel thuis zitten? Ouders die allerlei taken erbij hebben gekregen? Heer, wilt u heel deze wereld, wilt u die aanzien in uw grote genade? En wilt u telkens opnieuw laten zien hoe goed u bent en hoe u ons heil op het oog hebt? Wees u ons zo nabij. Ook als we nadenken over uw woord, geef ons dan dat uw Heilige Geest onze gedachten mag leiden. Hoort u ons gebed? We vragen het u in Christus' naam. Amen. Mooi dat ik hier zo het een en ander mag gaan vertellen. Sinds 1 januari ben ik voorzitter van het bestuur van Christen voor Israël geworden. Wat een prachtige organisatie vind ik, Christen voor Israël. En wat een mooie boodschap hebben wij. En wat mooi dat we vanuit allerlei verschillende kerken samen kunnen komen en iets mogen betekenen voor de kerk en voor het volk Israël. En ik wil het vanavond met u hebben over Jeruzalem, de stad van vrede. De stad die ook door de heidenen vertrapt wordt totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Ik wou graag eens even met u terugkijken, helemaal aan het begin de geschiedenis van Jeruzalem en die aflopen zover als we terug kunnen kijken naar het heden en dan ook naar de toekomst zover als de bijbelse profetieën ons licht geven op wat er met Jeruzalem zoal zal gebeuren. Allereerst eens kijken hoe ver we terug kunnen gaan in het verleden. Opgavingen in Jeruzalem die hebben laten zien dat de Canaanieten zich daar al 3000 voor Christus rond die tijd gevestigd hebben. Dus 5000 jaar geleden was Jeruzalem al bewoond en daarmee is het een van de oudste steden van de wereld. De oudste vermelding van Jeruzalem, Jerusalem, die staat niet in de Bijbel, maar die is gevonden in Egypte. In een tekst die zo ongeveer 1800 voor Christus geschreven is, een Egyptische vervloekingstekst. Die vervloekingsteksten, daarmee werden de namen van de vijanden van de farao van Egypte, die namen die werden geschreven op schalen en op beeldjes. En dan in een apart ritueel dan gooiden ze die schalen en beeldjes aan gruzelementen in de hoop dat ze zo op die manier ongeluk konden afroepen over de personen of de steden die er op die schaaltjes geschreven waren. En zo zijn er schaalscherven gevonden met de namen van Jeruzalem erop. Dat is de oudste vermelding van Jeruzalem. Nou kun je denken van, nou ja goed, wat, wat, wat maakt dat nou uit, zo'n klein schaalscherfje waarin de naam Jeruzalem staat. Het is natuurlijk misschien wel een beetje tekenend. Jeruzalem, stad van vrede. En de oudste vermelding is dat men die stad aan gruzelementen aan het slaan is. En dat is ook zo met de naam Hebreeën. De oudste vermelding van het volk Israël, van de Hebreeën, dat is dat de Hebreeën verslagen zijn. Daar waar God met zijn vrede wil wonen op deze wereld, daar zijn de volkeren in beweging en die keren zich tegen Jeruzalem. Die oudste vermelding, je zou kunnen zeggen, daarmee is de toon al gezet. Nou ja, dan daarna de vermeldingen in het Oude Testament. En daar kom je Jeruzalem heel vaak tegen. Het begint meteen al in het boek Genesis. Genesis 14, die noemt Melchizedek. Die was priester van God en koning van Salem, zoals Jeruzalem daar nog genoemd is. Dat is de eerste keer dat Jeruzalem in de Bijbel voorkomt. En daarna zal Jeruzalem nog 815 keer. Genoemd worden. 815 keer. Daarbij zou je nog kunnen optellen alle keren dat de naam Sion voorkomt. De centrale berg, maar Sion betekent soms gewoon Jeruzalem. Sion komt ook nog eens een keer 160 keer voor. Dan zit je aan de 975 keer dat uh, de stad in de Bijbel genoemd wordt. Maar er zijn nog meer namen. Bijvoorbeeld de berg Moria, de huidige Tempelberg, waar Abraham de opdracht kreeg om op die plaats zijn zoon Isaac te offeren. Maar gelukkig, God zou daar zelf in een offer voorzien. Hij zorgde voor het offer. En die naam Moria, die komt twee keer voor. De Heere zal het voorzien. Dat woord is in het Hebreeuws Yira. En mogelijk dat daar de naam Yira Shalom, Jeruzalem, vandaan komt. Je komt ook nog een paar keer de naam Jebus tegen. Dat is de naam die de oorspronkelijke bewoners, de Jebusieten aan Jeruzalem gaven. De Jebusieten op wie David de stad veroverd heeft. En dan zijn er ook nog een aantal namen en omschrijvingen voor Jeruzalem. Elf keer klinkt de naam de heilige stad. Je komt ook tegen stad van de waarheid, stad van gerechtigheid, uh, leeuw van God, Ariel. Gezochte beminde, O Holiba, mijn tent is in haar, stad van God, troon van de Heer en je kunt er nog een paar noemen. Heel speciaal stukje in Jeruzalem, dat is de dorsvloer van Arauna of Ornan. En precies daar waar de berg Moria gelegen is, waarover later de tempel van God gebouwd is door Salomo. Tot daar, tot aan die dorsvloer, ging de engel van het verderf die God gestuurd had toen hij David strafte omdat hij het volk geteld had. En David kocht die dorsvloer van Arauna om daar voor de Heere God een altaar te bouwen. Er bestaat een mooie Joodse legende over die dorsvloer. Ik weet niet of u hem kent. Die vertelt dat er lang geleden in Jeruzalem twee broers leefden. De ene had een gezin, de ander was vrijgezel. En samen bewerkten zij het land dat ze van hun overleden vader geërfd hadden. En de opbrengst verdeelden ze ieder jaar heel eerlijk onder elkaar. En op een gegeven moment, in de tijd van de graanoogst. toen lag één broer, die vrijgezel, die lag op een nacht wakker. En hij dacht bij zichzelf, dat is toch eigenlijk niet zo goed dat ik de helft van het graan krijg. Want ja, mijn broer die heeft een gezin een kinder, en kinderen, die heeft eigenlijk meer nodig dan ik. Wat zal ik doen? Als ik wat aan hem geef, dan wil hij het misschien niet hebben. Ik sta op, ik ga naar de dorsvloer en zonder dat hij het ziet, breng ik een deel van mijn graan over naar zijn hoop. En zo deed hij het. In diezelfde nacht lag ook die andere broer wakker. Hij dacht het is toch eigenlijk niet goed dat we ieder de helft van het graan krijgen. Het is jammer dat mijn broer niet getrouwd is, dat hij geen vrouw en geen kinderen heeft. Laat hij dan op een andere manier wat extra van het leven genieten. Ik ga stiekem van mijn hoop graan, ga ik wat op de zijnen scheppen. En zo deed hij het. En de volgende morgen stelde ieder van die broers met verbazing vast... dat hun eigen hoop graan niet kleiner was geworden. En ze vroegen zich allebei af... Heb ik me misschien vergist in het donker of zo? De volgende nacht gingen ze weer aan het werk. En zo herhaalde zich dat een paar keer, totdat ze elkaar op een zekere nacht in de schuur tegen het lijf liepen. En merkte waarom ze zo in de weer waren. Lachend vielen ze elkaar om de hals. En ze dankten God dat Hij aan ieder van hun zo'n ontzettend goede broer had geschonken. En toen de Heere God de bescheidenheid zag van die beide broers. En hun verbondenheid, toen zei hij: Op die plaats waar broers zo met elkaar omgaan, daar wil ik wonen. En daarom wees de Heere God later Salomo die plaats aan om de tempel te bouwen. Waar mensen broederlijk samenwonen, daar wordt God verheerlijkt. Daar wordt een huis gebouwd voor God. Daar komt God de mens tegemoet met zijn zegen en zijn leven tot in eeuwigheid. Jeruzalem is ten tijde van David de hoofdstad geworden van het land Israël. En daarmee is Jeruzalem de oudste hoofdstad van de wereld met een imponerende geschiedenis. De stad is onlosmakelijk verbonden met het volk Israël. Want ze zijn beide door God uitverkoren. Psalm 132 zegt. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen. Want haar heb ik begeerd. Israël het uitverkoren volk aan wie God zich bekend heeft gemaakt. En Jeruzalem uitverkoren omdat daar de tempel gebouwd zou worden. Omdat daar de naam van de Heere mocht wonen. Omdat Hij daar op een bijzondere manier aanwezig mocht zijn, wilde zijn. Jeruzalem is daarmee het hart van. Israël geworden. En de stad wordt bezongen in talloze psalmen, ook in de Klaagliederen. De stad staat centraal in allerlei heilsprofetieën en onheilsprofetieën. Rond de duizend keer noemt de Bijbel deze stad. Misschien goed om even een uitstapje te maken naar de Koran. Want er is in onze dagen een voortdurende strijd gaande over de soevereiniteit over Jeruzalem tussen Israëli's aan de ene kant. Arabieren, Palestijnen, moslims aan de andere kant. En beide volkeren claimen de stad als hun bezit. En die claim die berust mede op godsdienstige argumenten. We hebben het al gezien, Jeruzalem komt duizend keer in het Oude Testament voor. Hoe zit dat aan de andere kant, in de Koran? Nou, Jeruzalem komt in de Koran even vaak voor. als in de heilige geschriften uit India. Of Japan of Laos of zo, namelijk geen enkele keer. Wel komen er heilige steden voor in de Koran. In de eerste plaats is dat Mekka, de geboorteplaats van Mohammed. en ook de plaats waar Abraham, de vader van de profeten. het huis van God gebouwd zou hebben. En de tweede heilige stad is Medina, waar Mohammed begraven is. Jeruzalem, Israël. Palestina, die woorden komen in de Koran niet voor. Wel de omschrijving heilig land. En wel in een heel opvallende passage. De Koran spreekt over een heilig land. En wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Volgens de uitleggers van de Koran wordt daarmee bedoeld het huidige Israël. En sommige uitleggers. Die zeggen van nee, je moet het ruimer nemen. Het is Israël en ook Syrië, Jordanië en Egypte erbij. Wij zouden misschien zeggen van de Nijl tot de Eufraat. En heel opvallend in de Koran: dat heilige land is geschenk van Allah aan de Joden. Ik lees dat gedeelte uit de Koran voor en dan herken je daar een heleboel gegevens in. Die ook in de Bijbel staan. Je hoort er ook de geschiedenis in terug van de twee verspieders, Joshua en Caleb. Dit zegt de Koran. Toen zei Mozes tegen zijn volk, O mijn volk, herinner u Allahs gunst aan u, toen hij profeten onder u aanstelde en hij koningen aanwees en hij u gaf wat hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O mijn volk, ga het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, want dan zult u verliezers worden. Zij, het volk, zeiden, o Mozes, in dat land is een trots en machtig volk en wij zullen niet binnengaan voordat zij eruit weggaan. En indien zij eruit weggaan, dan zullen wij het binnentrekken. Daarop zeiden twee mannen van degene die hun Heer vreesde. En wie Allah zijn gunst had bewezen, ga de poort binnen, hen tegemoet. Wanneer gij er eenmaal binnen zijt, dan zult gij zeker overwinnaar worden. En stel uw vertrouwen in Allah als gij gelovige zijt. Maar zij, het volk, zei: O Mozes, wij zullen er stellig niet binnen gaan, zolang zij erin zijn. Ga heen en uw Heer, en laat hij strijden. Wij blijven hier zitten. Allah zei voorzeker: dat land is nu voor hen voor veertig jaar verboden. Dwalende zullen zij door het land trekken. Bekomme u niet om dit ongehoorzame volk. Een heel opvallende passage dus: over een heilig land dat het geschenk is van Allah aan de Joden. En de Joden hebben dan ook de opdracht om dat gebied ook daadwerkelijk te bewonen. En dit staat niet één keer, maar dit staat verschillende keren in de Koran. Een ander citaat: Wij maakten de kinderen van Israël de erfgenamen van het land. Helaas, niet wat er letterlijk staat, maar hoe een tekst uiteindelijk uitgelegd wordt, dat bepaalt vaak de waarde van een tekst uit een heilig boek. De Koran bevestigt dus zonder meer dat Israël recht heeft op het land Kanaan. Maar helaas, er zijn niet heel veel moslims die dat ook actief zullen uitdragen. Maar goed, het staat er dus wel. Op. Opmerkelijk ook die uitdrukking heilig land in de Koran. Waarom heilig? En dat is eigenlijk net zo opmerkelijk als de Arabische naam voor Jeruzalem. Al-Quds, dat betekent de heilige. Heel opmerkelijk kun je wel zeggen, want opnieuw die vraag, waarom heilig? Want in de zevende eeuw, toen de moslims Jeruzalem veroverden, toen was voor Jeruzalem de naam Ilia in gebruik. En die naam die komt af van de naam Elia, Capitolina, de naam die keizer Hadrianus aan Jeruzalem heeft gegeven. Ilia, die naam kom je tegen, of gewoon de naam Jeruzalem. Arabieren hadden dus een van die namen kunnen nemen. Of ze hadden het op een gegeven moment ook kunnen noemen de stad van de Al-Aqsa moskee was vanuit hun gezichtspunt misschien mooi geweest of de stad van de rotskoepel of de stad van de nachtelijke reis van Mohammed, maar nee, de Arabische naam is Al-Quds. En Al-Quds dat komt is een Arabisering van het Hebreeuwse woord Kadosh. Heilig. Ook wel beet Kadosh, het heilige huis, de tempel. Dus die naam Al-Quds die verwijst naar het gegeven dat er Ooit in Jeruzalem de tempel voor het Joodse volk heeft gestaan. Dat is, is het wat Jeruzalem tot een heilige plek maakt. Opmerkelijk ook de naam van een aantal terroristen een aantal jaren geleden Ansar Bait al-Makdish. Dat werd dan vertaald als het leger voor Jeruzalem. Maar letterlijk betekent dat het leger van het Heilige Huis. Ja, welk heilige huis. En zo ook Hamas, die verwijst nu naar Jeruzalem ook weer als dat heilige huis. Bayit al-Makdish, de stad van het heilige huis. Nou, daar kunnen we het dan in ieder geval wel hardgrondig mee eens zijn. Kan dat heilig misschien niet slaan op de Al-Aqsa moskee of op de rotskoepel? Kort gezegd nee, want die bestonden helemaal niet in de tijd van Mohammed. De Al-Aqsa was toen nog een kerk... En de rotskoepel moest nog gebouwd worden. Al-Aqsa betekent letterlijk de ver verwijderde. En een deel van de moslims vat dat op als een hemelse moskee die Mohammed met zijn paard bezocht zou hebben. En het aanwijzen van de tempelberg als de plek, waar Mohammed bezocht, de plek die Mohammed bezocht zou hebben, dat is dus pas na de dood van Mohammed gedaan en zo is de heiligheid voor moslims op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen wat opgeklopt. En daarom er wordt wel eens gezegd zo van ja, Jeruzalem is een heilige stad voor joden, voor christenen, voor moslims. Dat klinkt aardig, maar het is wel goed om te beseffen. De werkelijkheid is dat Jeruzalem is de heilige stad voor joden. En daarom, omdat Jezus als Jood Jeruzalem belangrijk vond, daarom heeft Jeruzalem ook voor christenen een bijzondere betekenis gekregen. En omdat de tempel van de Here God in Jeruzalem heeft gestaan over de berg Moria heen, omdat Jeruzalem een heilige stad is, daardoor kwam er later het verhaal in de wereld dat Mohammed daar geweest zou zijn op zijn paard. Maar het is toch beide alle, allebei heel afgeleid van de heilige plek die Jeruzalem voor Joden is. Dat was het Oude Testament, dat was de Koran, dan het Nieuwe Testament. Ook daarin heeft Jeruzalem weer een hele centrale rol. Hoe zou dat anders kunnen? Als God een volk en een plaats verkiest, ja, dan verandert dat niet meer. Gods plannen, Gods verkiezing, die veranderen niet. En daarom kom je ook in het Nieuwe Testament Jeruzalem voortdurend tegen. Daar was de priester Zacharia aan het werk. Het Evangelie van Lucas, dat begint met Zacharia in de Tempel. En het Evangelie van Lucas eindigt met de discipelen die in de tempel God loven en prijzen. De Heer Jezus ging er vaak naartoe, als klein kind al, later met zijn discipelen, telkens om daar de Joodse feesten te vieren. Jeruzalem had voor Jezus een grote betekenis. Dat zie je ook hieraan, dat je leest in de Bijbel drie keer dat Jezus gehuild heeft. Eén keer, dat was toen zijn vriend Lazarus was overleden. Als de Heer Jezus dan bij het graf staat... en hij ziet die diep bedroefde familie van Lazarus, zijn eigen vrienden... Ja, dan wordt Jezus zelf ook diep ontroerd. De andere keer dat Jezus huilde, dat lees je in de Hof van Gethsemane over dat geweldige gewicht van de toorn van God... die hij over zich heen zou krijgen. En je leest ook dat Jezus huilt... Als hij op de Olijfberg staat. Hij komt voor de laatste keer naar Jeruzalem toe, vlak voor zijn lijden en sterven en opstanding. Onderweg naar Jeruzalem toe reist hij over de Olijfberg. Die berg die ligt iets hoger dan de berg waarover de oude stad en de tempel is gebouwd. Dus vanaf de Olijfberg heb je een prachtig uitzicht over de stad. Was toen zo, is nog steeds zo. Olijfberg, heel bijzonder. Daar bevindt zich het oudste kerkhof ter wereld dat nog steeds in gebruik is. En als Jezus vanaf de olijfberg die stad zo ziet liggen en hij denkt eraan wat er in de toekomst met Jeruzalem zal gaan gebeuren, dan barst hij in tranen uit. En het woord wat daar gebruikt wordt, ja, dat is niet iets van even een traantje wegpinken of zo. Nee, klao. Ja, je hoort het al haast in het woord. Jezus barst in tranen uit. Hij zegt, och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Diep verdriet van Jezus, omdat hij zo bewogen was met het lot van Jeruzalem. En eerder al had Jezus over Jeruzalem gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig die naar u toegezonden zijn. hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woeste nij voor u achtergelaten, voorwaar ik zeg u dat u mij niet zult zien totdat totdat de tijd gekomen zal zijn dat u zult zeggen: Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Totdat de tijd zal komen. Dat wordt Totdat, dat wordt verschillende keren gebruikt als het over de toekomst van Jeruzalem gaat. Jeruzalem staat centraal in het heilsplan van God. Hier heeft onze Heer Jezus Christus het grote offer gebracht. Hier heeft Hij zichzelf geofferd. Hier is Hij gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. En hier is Hij ook opgestaan. Hier heeft Hij de dood overwonnen en hier vanuit Jeruzalem. Is dat heerlijke evangelie van Christus verspreid over heel de wereld? Opdat zoveel mogelijk mensen van Jezus Christus zullen horen, hem zullen aannemen, behouden zullen worden. Jeruzalem staat centraal in de geschiedenis van God met deze wereld. En de Bijbel laat ook zien: de geschiedenis van deze wereld loopt helemaal uit op Jeruzalem, op het vernieuwde Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. Zal hier op aarde neerdalen. In het Hebreeuws heet de stad Jerusalem. Dat im dat is een meervoudsvorm, want, zegt de Joodse traditie, er zijn eigenlijk twee Jeruzalem's: het hemelse Jeruzalem en het aardse Jeruzalem. En die twee zullen straks, als Gods koninkrijk definitief doorbreekt, dan zullen ze verenigd worden. Daar leidt God de geschiedenis naartoe. De volken zullen de slip van een Joodse man vastgrijpen, zoals Zachariah profeteert, en opgaan naar Jeruzalem om daar de God van Israël te aanbidden. Maar zover is het nog niet. Voordat het hemelse Jeruzalem neerdaalt, zal er eerst nog gestreden worden om het aardse Jeruzalem. De heidenen zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang, zegt Johannes in Openbaring 11. En Jezus had precies datzelfde ook al gezegd. in zijn reden over de laatste dingen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Weer dat voegwoordje, totdat. Dus de stad zal vertrapt worden. maar niet volledig verwoest worden. Hij zal blijven bestaan. Maar wel door de heidenen vertrapt en vertreden. En het is precies gebeurd. Zoals het in deze profetieën staat. Eeuwenlang zijn allerlei heidense volkeren de baas geweest in Jeruzalem. De Romeinen die in 70 na Christus Jeruzalem in de Joodse opstand hebben verwoest, veroverd. En vervolgens nog eens een keer in het jaar 135 na Christus bij de opstand van Bar-Kochba, toen Jeruzalem die nieuwe naam kreeg van keizer Hadrianus Elia. Capitolina om de herinnering van die stad van Vrede Jeruzalem weg te varen. En vervolgens zaten er de Byzantijnen vanaf de 4e eeuw, de Perzen in de 6e eeuw, vervolgens de Arabieren rond 1100 kwamen de Kruisvaarders, de herovering door de Arabieren onder leiding van Saladin in 1187. En vervolgens onder andere de Turken, de Engelsen, de Jordaniërs. Allemaal hebben ze Jeruzalem veroverd en vaak vertrapt en soms vertrapt op de meest grove manieren. Veertig jaar nadat Jezus dit voorspelde, hebben Romeinse legers onder leiding van generaal Titus de stad en de tempel verwoest en de heuvels rondom Jeruzalem hadden tot op dat moment waren die allemaal bebost. De Romeinen hebben toen zo ontzettend veel bomen omgehakt om een Joden aan te kunnen kruisigen, dat al die bergen daaromheen hun bossen zijn kwijtgeraakt. Verschrikkelijk wat er toen allemaal gebeurd is. En dat is er telkens stevig aan toegegaan, ook aan het einde van die heidense periode, in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen werden er onder Jordaans bestuur van joodse grafstenen toiletten gemaakt en oude synagogen die werden gebruikt als kipperen of stal. Opvallend trouwens de heidenen die Jeruzalem in handen hadden, die hebben die stad nooit een belangrijke plaats gegeven. Wel de rotskoepel die had een bepaalde godsdienstige betekenis, maar hoofdstad van een provincie of van een land of zo, dat is Jeruzalem alleen maar geweest als het in Joodse handen was. Vaak hadden volkeren eigenlijk niet zoveel belangstelling voor Jeruzalem, maar wel op het moment dat Joden er belangstelling voor hadden. Ze zullen de heilige stad vertreden, zegt Johannes in Openbaring 11. Maar daar blijft het niet bij, zegt Johannes. Hij zegt erbij, Jeruzalem zal vertreden worden 42 maanden lang. 42 maanden. Wat betekent dat? Ik denk dat je de meeste getallen in de openbaring symbolisch moet opvatten. Dus ik denk dat het niet letterlijk zo betekent: 42 maanden, 3,5 jaar of zo. In de getallen-symboliek van openbaring is 3,5 jaar de helft van 7 jaar. En 7 dat is het getal van de volheid. En daarmee is 3,5 het getal van een beperkte tijd. Een tijd, tijden en een halve tijd. Kom je al eerder in de Bijbel tegen. 42 maanden, hoe je het ook uitlegt, het betekent in ieder geval dat de tijd dat Jeruzalem vertreden wordt, dat is een beperkte tijd. Dat houdt een keer op, dat heeft zijn einde. Dus eigenlijk precies hetzelfde als wat de Heer Jezus gezegd heeft. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijd van de heidenen vervuld is. Weer diezelfde begrenzing. Er komt een einde aan, er komt een moment dat God tot de heidenen zegt, en nou is het afgelopen, nou blijf je met je handen af van Jeruzalem, van mijn heilige stad. En wanneer is dat dan? Wanneer komt er een einde aan het vertrappen van Jeruzalem? Dat legt Jezus uit door een gelijkenis. Let op de vijgenboom en op de andere bomen, zodra ze gaan uitlopen. Dan weet je dat de zomer nabij is, dat het de goede kant op gaat, dat Gods koninkrijk nabij is. Let op de vijgenboom. Zoals het met een vijgenboom gaat, zo gaat het ook met Jeruzalem en met Israël. De vijgenboom is in de Bijbel vaker een beeld voor het volk Israël. De vijgenboom is in Israël een van de weinige bomen die in de winter al zijn bladeren zo'n beetje verliest. De meeste bomen in Israël doen dat niet. Dus dan in de winter, dan staat zo'n vijgenboom er heel kaal en leeg en doods bij. Hij maakt een hele verlaten indruk tussen al die andere bomen die mooi groen blijven. Maar dan in het voorjaar, die vijgenboom, dan komen er toch weer knopjes aan. En dan gaat die bloeien. En dan weet je dat de zomer er aankomt. En zo zal het ook gaan met Israël. En met Jeruzalem. Een tijd lang zal het er allemaal heel slecht uitzien. Denk je van, nou, dit gaat helemaal niks meer worden. Maar dan komt er toch herstel. En dan zal het weer gaan groeien. En dan, en dan wordt het weer krachtig en sterk. En als dat gebeurt, dan zal de zomer nabij zijn. Dan is Gods koninkrijk dichtbij gekomen. En dat hebben we zien gebeuren. Herstel van Israël, nieuwe kracht. Een nieuwe groei. Die periode dat de heidenen Jeruzalem vertreden. Je zou kunnen zeggen, in een bepaald opzicht is die periode voorbij. Eeuwenlang was Jeruzalem in handen van de heidenen tot op 7 juni 1967. Toen kwam er een einde aan dat vertrappen van Jeruzalem door de heidenen. Toen wisten Israëlische militairen Jeruzalem te bevrijden en weer onder Israëlisch bestuur te brengen. Heel even wapperde de Israëlische vlag op de rotskoepel. Een Israëlische gids die me daar ooit rondleidde, die zei, zal ze hem toen meteen moeten opblazen, er was toch al oorlog. Nou ja, hoe dan ook, Jeruzalem zal vertreden worden. 42 maanden lang, totdat het houdt een keer op. Je kunt je afvragen, waarom houdt het niet meteen op? Waarom maakt God daar niet meteen een einde aan? Of, of in ieder geval eerder dan zolang als het gedu geduurd heeft? Waarom laat God dat, dat vertreden door de heidenen eerst toe? Wat is de zin van die 42 maanden dat het gebeurt? Waarover de openbaring spreekt, 11e hoofdstuk. Johannes wijst er dan op en dan schrijft hij... En ik zal mijn twee getuigen macht geven... en zij zullen in rauwkleding gekleed... 1260 dagen lang profiteren Openbaring 11 vers 3. 1260 dagen. Dat is weer precies die 42 maanden vervuld met 30 dagen vermenigvuldigd dan kom je uit op 1260. Dus in die 42 maanden zullen er twee getuigen zijn die profiteren. Waarom twee? Dat herinnert aan de regel van Deuteronomium op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat een zaak vast. Wie die twee getuigen zijn, nou ja, daar kun je weer een hele boom over opzetten. Is misschien niet zo heel concreet te zeggen. Er worden ook wel eens namen genoemd: Luther en Calvijn of andere tweetallen of zo. Maar ik denk dat het vooral om gaat dat het er twee zijn. Dat wil zeggen, zij verkondigen het evangelie op een betrouwbare, geloofwaardige manier. Waarom maakt God niet direct een einde aan de vertreding van Jeruzalem? Waarom vestigt God niet meteen zijn koninkrijk op aarde? Omdat eerst dat getuigenis moet uitgaan, omdat het evangelie eerst verkondigd moet worden, omdat u en ik eerst nog het evangelie hebben mogen horen. Je kunt wel eens blij om zijn dat de Heer God gewacht heeft tot in onze dagen, dat wij het nog mogen horen, in geloof aannemen. En zo behouden worden. 42 maanden. Opdat zoveel mogelijk mensen over heel de wereld het horen en aannemen. Daarom is de wereld nog niet verlost. En is Jeruzalem zo lang vertreden. Dus het, dat het met Israël en met Jeruzalem er vaak zo slecht voor gestaan heeft. dat heeft ermee te maken dat de volheid van de heidenen. die dat evangelie mogen horen nog niet is binnengegaan. Omdat er nog lege plekken zijn in Gods Koninkrijk. Omdat er nog getuigd moet worden van het heil in Christus. Je zou kunnen zeggen, de Heere God laat zijn eigen volk Israël nog wachten op de definitieve verlossing, opdat er nog zoveel mogelijk heidenen toegevoegd kunnen worden. Het kan je doen denken aan die... Uh, 400 jaar dat het volk Israël in Egypte verbleef. Ze kregen het steeds moeilijker in die dagen. Ze werden steeds harder onderdrukt. En God wachtte nog met hun verlossing waarom? Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. Omdat de Amorieten nog een hele tijd de gelegenheid kregen om zich te bekeren tot de Heere God. Omdat God voor dat heide volk nog zo graag genadig wilde zijn. Daarom had zijn eigen volk het nog zwaar te verduren. 42 maanden is het genade tijd, waarin ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal worden. 42 maanden, en dan is het voorbij. Ook de verkondiging van het evangelie tot bekering en behoud, ook dat houdt een keer op. En zo is Jezus het ook letterlijk gezegd: het evangelie van het koninkrijk. Zal in de gehele wereld gepreekt worden tot getuigenis aan alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Die evangelieverkondiging, die 42 maanden, die twee getuigen, dat is dus echt een teken van het einde. Als je Matthäus 24 leest, de reden van de Heer Jezus over de laatste dingen, dan zie je dat de Heer Jezus daarin een onderscheid maakt. Tussen het begin van de weeën en het einde. Een hele hoop tekenen van de tijd die geven aan dat het aan het beginnen is, dat de weeën gaande zijn. Jezus zegt, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, en besmettelijke ziekten, en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Allemaal sombere dingen eigenlijk, die Jezus opnoemt. Dat is het begin van de weeën. Maar dan noemt Jezus ook twee dingen die aan het einde van de weeën komen, die dus het echte eindige einde aankondigen. En dat zijn hele mooie beloften, heilsprofetieën. Veel christenen stellen zich de eindtijd voor als een afschuwelijke tijd met rampen, vervolgingen, verleidingen. En inderdaad, lees de Openbaring erop na. De wereld staat heel wat te wachten. En ook Jezus heeft erover gesproken. Aardbevingen, oorlogen, toenemende wetteloosheid. En toch, dat is niet het hele verhaal. Gelukkig. De eindtijd is niet alleen kommer en kwel. Want dan zou je denken, wat is de zin er nog van? Er gebeuren ook goede dingen in de eindtijd. Voor de kerk en voor Israël zijn er mooie beloften. Voor de kerk is het de belofte dat de evangelieverkondiging zal doorgaan. Alle sombere tekenen zijn nog maar het begin van de weeën. Maar wanneer het evangelie verkondigd is tot aan het einde van de aarde, dan zal het einde gekomen zijn. En daarom is die eindtijd dus enerzijds een hele zware moeilijke tijd, maar toch ook een hele hoopvolle tijd voor Jeruzalem, voor het volk Israël, voor de kerk. Daar vertel ik u graag zometeen nog wat meer over. Dominee, bedankt voor het uh, eerste gedeelte van uw lezing. Uh, we gaan er zo meteen even een paar minuutjes tussenuit, want het is tijd voor pauze. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik u een paar dingen uh, vertellen. Uh, intussen zie ik al een paar vragen binnenkomen. Dat is natuurlijk uh, heel fijn, want die uh, beantwoordt Dominee Heikoop heel graag straks. Uh, heeft u nou nog meer vragen of opmerkingen? Laat ze dan vooral achter, tijdens deze pauze kunt u dat doen. En dan uh, na de pauze wordt uw vraag of opmerking uh, ja, beantwoord of uh, we lezen hem even voor. Uh, verder uh, onze boodschap van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbelsonderwijs te geven over Israël aan Christenen in Nederland. Dat doen we door middel van lezingen zoals deze, maar ook door onze krant, uh, gebedsbrief. We hebben de Tofclub, dat is speciaal voor kinderen, en Israelity, dat is de jongere tak van de sport, als ik het zo mag zeggen. Uh, en dat is natuurlijk een, een supermooie boodschap. En Wilt u ons nou helpen om deze boodschap te kunnen verspreiden door heel Nederland heen? Dan kunt u ons steunen. Dat kan door naar de website cvi.nl/geef te gaan en daar een donatie over te maken. En alle giften zijn van harte bij u aanbevolen. Verder hebben wij hier beneden natuurlijk de Israëlwinkel. En die staat ook online, namelijk israëlwinkel.nl. En daar staan heel veel producten uit Israël natuurlijk. En ik wil er even een paar voor u uitlichten. Want het is natuurlijk super lekker weer nu buiten. Uh, de zonnetje schijnt. En wat mij opvalt, is dat heel veel mensen de wandelschoenen aantrekken om lekker buiten een rondje te gaan lopen. Let er wel op dat u natuurlijk afstand houdt van elkaar. Maar ik heb uh, een paar producten voor u die u wellicht gaat helpen tijdens uw wandeling. Namelijk uh, Israëlische zoltjes. Uh, deze worden gemaakt door een familiebedrijfje in Israël. Handgemaakt. En uh, wat deze zoltjes zo bijzonder maakt, is dat er een. Um, hoe stond dat er nou? Het is een schokdempende of schokafwerende zoltje. Dus um, er zit een laag in en daardoor loopt u heel erg fijn. Maximaal comfort aan uw voeten. Zodat u uh, lekker kan lopen, lekker kan staan. En uh, ja, dat uh, gaat heel goed. Maar als u nou tijdens het wandelen op een gegeven moment uh, trek krijgt, dan is het ook handig om wat bij de hand te hebben. En daar hebben we. Deze snackbars voor u in de winkel staan. En die zijn er in verschillende smaken. Uh, deze is met noten en vruchten. Ik heb hem hier ook met, uh, met dadels en andere, andere noten. En die zijn super lekker en er zitten ook heel erg veel uh, goede ingrediënten in, waardoor uw wandeling optimaal wordt. Nou, gaat u komende tijd nog wandelen? Bestel dan vooral deze producten via israelwinkel.nl. Uh, dat kan u tijdens deze pauze doen of een donatie overmaken. En we zien u over ongeveer zeven minuutjes weer terug. Stuur ook wel 20 of 30 keer per dag deze week in uw handen. Nou, ik doe het ook. En ik krijg er best wel een beetje droge handen van. Nu heeft Israelwinkel.nl deze heerlijke handscheep in haar assortiment. En hij is intensief voedend, dus goed voor de handen, goed voor de huid. En we hebben ze maar liefst in vier soorten. En dat zijn deze vier. Ze kosten 4,95 euro per handpompje. En u kunt ze bestellen op israelwinkel.nl. Dus ik zou zeggen, sla vooral nu heel groot in, zodat u de komende maanden verzekerd bent van schone handen. Heerlijke handzeep uit Israël. Nu drie stuks voor maar 12,50 euro. Bestel op israelwinkel.nl. Israëlnieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl. WhatsApp. We zijn er weer en hopelijk u ook nog steeds. Uh, we gaan naar het tweede gedeelte van de lezing en daarna worden de vragen gesteld en beantwoord gelukkig. Uh, en we hopen op een uh, gezegend tweede deel. Mag ik u weer vragen hier te komen staan? Dank u wel. De eindtijd heeft dus hele akelige dingen in petto. Het is een intensivering van de strijd tussen goed en kwaad, tussen de Heere God... En de kwade machten, de boze. Maar gelukkig, de wereld draait niet voor niks rond. Er gebeuren toch dingen. Het evangelie zal rondgaan op de aarde, zoals Jezus het gezegd heeft. En die verkondiging, daar zal toch ook wel vrucht op komen. Dwars tegen alle weerstand in maakt de God van Israël zich alom. Over de wereld bekend. Terwijl Jeruzalem vertrapt wordt, er zoveel moeite en verdrukking op aarde is. de kerk vervolgd wordt, Israël belaagd wordt. bouwt de Heere God toch verder aan zijn koninkrijk. Bouwt hij ook aan de kerk tegen alle verdrukking in, komen er velen tot geloof en bekering. Zelfs alle volkeren op de aarde zullen het evangelie. Horen. Typerend voor het allerlaatste van de dagen, dat is juist dat positieve punt waarom de tijd nog verder gaat. De verkondiging van het Evangelie. En dat brengt tot geloof. Mensen worden geraakt, bekeren zich, gaan ook leven met geloof, hoop en liefde. En dan neemt ook vaak de naaste liefde toe, en dan worden Gods heilzame wetten en geboden ter harte genomen. En dat brengt ook vruchten voort voor mensen zelf, soms voor een hele samenleving, dat er meer recht, meer orde, meer sociale zorg komt. Niet altijd, maar toch ook vaak wel. Het woord van God zal niet leeg terugkeren. Naast alle weeën, naast alle strijd, naast de toespitsing van goed en kwaad, is er toch ook iets van de wereld die toegroeit naar het einde, naar het nieuwe begin. Zoals het Koninkrijk van God ook voortdurend wordt voorgesteld als een zaad dat in de grond valt. Heel klein, maar het is heel krachtig. Het gaat groeien. En je staat helemaal verbaasd ervan hoe groot het kan worden. Zoals de kerk ooit begon met een klein groepje mensen in Jeruzalem. Er kwam de geest bij, het evangelie werd verkondigd. Langzamerhand, in drie eeuwen tijd, wist de kerk zich te verspreiden over het hele Romeinse Rijk. Daarna heeft het nog eeuwen geduurd voordat de uithoeken van Europa bereikt werden. Maar ook dat is gebeurd. En de laatste eeuwen, zou je kunnen zeggen, zit het in een steeds snellere stroomversnelling. Amerika is ontdekt, ook daar is de kerk gekomen. Afrika, daar was rond het jaar 1900. Was dat eigenlijk voor de kerk een haast onbekend gebied? 1% van de inwoners van Afrika was christen. Tegenwoordig, een dikke honderd jaar later, is de helft van de inwoners van Afrika gedoopt, overgegaan tot christelijk geloof. In onze dagen verspreidt het evangelie zich enorm in China. We hebben er niet helemaal zicht op, maar er zijn mensen die zeggen dat het land met de meeste christenen, dat dat tegenwoordig China is. Ieder jaar gaat dat. Sneller en sneller komen er steeds meer christenen bij. De Heer Jezus is nog ineens teruggekomen, maar nu vormt zich al een schare van mensen die haast niet meer te tellen valt. Ook in landen waar dat verboden is, waar de kerk verdrukt en vervolgd wordt, het gaat toch door. Het werk van de geest is niet te stoppen. Afgelopen jaar, 2019, zijn er weer meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd. Bijgekomen, die gedoopt zijn, die tot geloof gekomen zijn, die eeuwig leven de belofte daarvan mochten ontvangen. 25 miljoen, dat zijn er meer dan 70.000 per dag. Ongelooflijk, wat een hoeveelheid. De uiteinden van de aarde, nou, die raken nu toch echt wel in zicht, zou je denken. En er is dus nog dat andere mooie teken van het einde van de tijden. Echt van het allerlaatste. Niet het begin van de weeën, maar. Dat je weet dat het einde er is. Het herstel van Israël. Nou ja, dat zien wij in de geschiedenis terug. Eeuwenlang verstrooid onder alle volkeren, leek geen toekomst meer te hebben, van allerlei kanten vervolgd, pogingen om het hele volk uit te roeien en dan toch ineens weer die nieuwe bloei. Gebeden die 1900 jaar lang tot God geklonken hebben, die werden eindelijk verhoord. Staat Israël werd opnieuw gesticht. Iedere week wordt er in de synagoges gebeden dat dat het begin mag zijn van de komende verlossing van Israël. En in onze dagen zien we die dingen gebeuren. Gaat de migratie naar Israël toe door? Tienduizenden Joden keren weer terug naar het land waar God door hen gediend wil worden. Er zal nog wel heel wat gebeuren en veel daarvan spitst zich toe. Op Jeruzalem. Al de volkeren van de aarde zullen, zullen zich verzamelen tegen Jeruzalem. Dat vertreden is nog niet voorbij. Vertreden, dan, dan kun je denken aan legers, aan bezetting, aan gebiedsuitbreiding, het tonen van je macht. Maar ja, iets daarvan zie je ook nog wel iedere vrijdag. Als moslims massaal optrekken naar het Tempelplein, naar de Al-Aqsa-moskee en de rotskoepel. Met duizenden begeven ze zich dan op het tempelplein. Onder dat tempelplein vinden illegale uitgravingen plaats. Er wordt een hele grote moskee gebouwd met bulldozers. Gaat er niet zachtzinnig aan toe. Al die grond die wordt dan afgegraven. Daar waar de tempel van God stond. Alle grond wordt dan in het Kidrondal gedumpt. En vervolgens komen de Israëlische archeologen. Die met een fijn zeefje. Alle grond uitzeven en die vinden heel bijzondere dingen uit de tijd van de eerste tempel van Salomo. Moslims ontkennen tegenwoordig dat er op de tempelberg ooit een tempel heeft gestaan. En dat is eigenlijk ook ja, zo'n soort toespitsing, een ontwikkeling van de laatste tijd. Want ik had het al over de Koran, waarin staat dat Allah het land aan de Joden gegeven heeft. In 1929 werd er nog een boek uitgegeven, Een Korte Gids voor de Tempelberg, uitgegeven door een Arabische archeoloog. En daarin staat onder andere te, te lezen dat het zonder twijfel verheven is dat de Tempelberg de plaats is waar Salomo de tempel gebouwd heeft. En waar David een altaar bouwde om offers te brengen. Nou, als je dan ziet dat dat nu ontkend wordt, dat men probeert de archeologische bewijzen. Uit te wissen dat er een grote moskee gebouwd wordt om Allah te aanbidden. Dan denk je nou aan de ene kant heel mooi dat Jeruzalem weer in Joodse handen is, maar ja, er moet toch nog wel wat gebeuren. Je ziet dat het strijd zich toespitst op Jeruzalem. En we zijn er nog niet. Ook een orgaan van de Verenigde Naties ontkende een tijdje geleden de band van het Joodse volk met het Tempelplein. We zien gebeuren wat Zachariah zegt. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming... voor alle volken in het rond. De diendagen zal ik Jeruzalem maken... tot een steen die alle natieën moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Maar tegen al die natiën en volkeren in... zal God het voor Jeruzalem opnemen. En de Heere zal uittrekken... en hij zal strijden tegen de heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft... Op de dag van de strijd. En zijn voeten zullen op die dag staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, zegt Zachariah. Hij zal de inwoners van Jeruzalem in bescherming nemen en van deze plaats uiteindelijk een vredesoord maken. Nu vinden er soms nog afschuwelijke aanslagen plaats in Jeruzalem, maar gelukkig het einde is nabij. Iets van Gods bemoeienis met Jeruzalem hebben we de afgelopen jaren en decennia gezien. En laat het ons vol van verlangen maken naar het moment dat God zijn werk met Jeruzalem zal voltooien. Er zijn verschillende Bijbelteksten waarin dat woordje totdat telkens voorkomt. Een hele mooie staat in Romeinen 11. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat Joden Jezus niet herkennen omdat er een tijdelijke verharding, verblinding bij hen is opgetreden. Maar dat is een tijdelijk iets. Zodra de volheid van de heidenen is binnengegaan, zodra het evangelie tot aan de uiteinde van de aarde is verkondigd, dan zal die verblinding worden weggenomen. En ook daarvan kun je afvragen: zie je daar ook niet iets van gebeuren? Eeuwenlang hebben veel Joden een hoop weerstand en afkeer van Jezus gehad. Velen wilden gewoon eigenlijk niks met hem te maken hebben. De hele geschiedenis tussen kerk en Israël speelt daar natuurlijk ook een rol in. Maar nu zijn daar toch dingen langzamerhand aan het veranderen. Bij heel wat mensen wordt die afkeer. Wordt minder. Natuurlijk niet bij iedereen, maar bij de een wel, bij de ander niet. Bij de een meer, bij de ander minder. Maar er is toch iets aan het veranderen. Er komt bij heel wat Joden meer waardering voor Jezus. En sommigen zijn ergens ook een beetje trots erop, op wie Jezus is. Want ja, hoe je ook verder over hem denkt, wereldwijd is er geen Jood geweest die zo ontzettend veel invloed heeft gehad. Als Jezus Christus. Er is geen rabbi geweest. wiens uitleg van de wet van God. zo ontzettend veel mensen aanspreekt. als de woorden en de uitleg van Jezus. Er is niemand die de wet van God en de profeten en de psalmen. zo over heel de wereld heeft helpen verspreiden. als Jezus van Nazareth en zijn navolgelingen. Laten het voorzichtige tekenen zijn. Van de zomer die eraan komt. Dat de houding tegenover Jezus Christus aan het veranderen is. En een tijdje geleden las ik ook een leuk stukje, vond ik, in de Jerusalem Post, krant in Jeruzalem. En daar wees een schrijfster erop, Israëls nieuwe vrienden. En er werd gewezen op een heel stel christenen in de derde wereld. Die helemaal geen geschiedenis hebben van antisemitisme, die daarmee ook geen beladen verhouding hebben tot het Joodse volk en die soms heel open en onbevangen staan tegenover Israël, de belofte van Israël zien, zich solidair voelen met Israël. Het werk van Christians for Israel International, dat laat ook wel zien hoeveel openheid daar is. En wat mooi dat dan ook iemand in de Jerusalem Post dat ziet. Christenen als nieuwe vrienden van Israël. En hopelijk dat Christenen voor Israël daar ook iets aan mag bijdragen. Dat mooie woordje, totdat, wat je in een heel stel profetieën tegenkomt, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Prachtig al die teksten. Totdat, dat is dat moment. Dat Jezus Christus zal wederkomen om van onze aarde een nieuw paradijs te maken. En die woorden klinken allerlei kanten uit. Tegen Jeruzalem zegt Jesaja: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stilzitten. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. Iets daarvan is al zichtbaar, die gerechtigheid die Jezus Christus ook gebracht heeft. Die nieuwe relatie met God. Maar het zullen op een gegeven moment alle volkeren zijn die dat zullen zien. Of zo'n ander tot dat woord. Tegen de discipelen zegt Jezus: Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht. Van de wijnstok, totdat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk, als het koninkrijk van God gekomen is. Tegen de inwoners van Jeruzalem, zegt Jezus, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Hij die komen zal. De bange vraag van Johannes de Doper aan de Heer Jezus. Bent u degene die komen zal? Want diegene die komen zal, dat is de Messias. Dat is de Verlosser. En de Heer Jezus zegt, u zult het een hele tijd niet zien. Totdat u zegt, gezegend Hij die komt in de naam van de Heren. Israël zal de Messias, zal de Verlosser herkennen. Daarboven in de hemel. Daar is tegen de martelaren gezegd dat ze nog een korte tijd moeten rusten, totdat, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. De kerk heeft het nog soms heel erg moeilijk, wordt verdrukt, maakt martelaren, totdat dat aantal ook vol is. En de Heere God heeft het tegen de Heere Jezus, zijn zoon, gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En daarom mogen we het ook tegen elkaar zeggen. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt. En de morgenster opgaat in uw hart. Mogen we die dag heel spoedig komen. Ik heb nog een paar vragen inmiddels gekregen. De eerste vraag, dat is een hele feitelijke vraag. Waar staat dat over Alkoets... De heilige stad en dat heilige land. Nou, daar kan ik uh, uh, vrij kort over zijn, denk ik. In Surah 5, vers 20 in de Koran, <coughs> vanaf vers 20, daar staat dat uh, hele verhaal van uh, de twee uh, verspieders, dat Israël het land binnen mocht gaan, maar toch niet deed en daarom 40 jaar moest rondwandelen. Uh, Surah 5, vers 20. Um, de tekst wordt ook weer herhaald dat het heilige land een gave is van Allah aan de Joden in Soera 26 en dan vers 59, Sura 26 vers 59. En zoek je even op de index, dan zijn er nog een aantal teksten te vinden. Um, een andere vraag: die Heidenen die Jeruzalem zullen vertrappen, zijn dat nou alleen? Uh, Niet-Joden, of zouden dat ook kunnen zijn atheïstische Israëli's? Uh, ik denk dat je moet zeggen, die heidenen, ja zo zit het in de Bijbel in elkaar, de goyim, dat zijn gewoon de volkeren, de heidenvolkeren waarbij dat heidens dan nog niet direct een waardebepaling is ofzo. Het kan simpelweg betekenen, alle niet-Joden. Ja, en in onderscheid van... Het Joodse volk. Dus de heidenen zijn inderdaad de niet Joden. En seculiere Joden ja, zijn hoe dan ook, jammer als ze seculier zijn, maar het zijn wel Joden. Joden zelf hebben helemaal in de lijn van de Bijbel natuurlijk ook gezegd dat iedereen een Jood is waarvan de moeder Jodin is, wat, onkomt, wat zeer goed te zien is, zichtbaar is. En ja, er zijn natuurlijk wel atheïstische. Israëli's en dergelijke, dat is waar, die kun je zeker vinden. Maar ik vind ook wel mooi wat iemand hier bij Christen voor Israël wel eens tegen mij zei. Iedere Jood heeft iets met de God van Israël. En dat vond ik wel heel mooi. Soms is dat ook, komt dat ook op een negatieve manier naar boven, soms is dat ook een hele... Worsteling. Er zijn ook Joden die soms een bepaalde vorm van, van zelfhaat hebben, denk je wel eens. In de geschiedenis kun je die ook aanwijzen, maar dan toch, ook al is het een worsteling. Iedere Jood heeft iets met de God van Israël. Ik denk dat dat zo is. Een andere vraag. Kun je die twee getuigen uit Openbaring 11? Ik had daarvoor gezegd Luther en Calvin, dat vond ik wel een mooie. Zou je die ook kunnen zien als het woord en de heilige geest? Uh, ik vind het zelf een prachtige vondst. Ik zou zeggen dat kun je zonder meer zo zien. Kijk, ik denk dat het mooie van de openbaring is dat er symbolisch gesproken wordt. Dat het niet een exact spoorboekje is hè, met tijden en plaatsen erin. Ja, dan zou het iets van zijn belang. Uh, zou het verliezen? Als je zou kunnen zeggen van, nou, wij zitten nu in openbaring uh, 16 of zo en, en het verleden dat staat in de hoofdstukken hiervoor en wat er nog gebeuren gaat staat in de hoofdstukken daarna, ja, dan, dan verliezen stukken misschien hun betekenis. Maar ik heb wel eens de vergelijking uh, horen maken, openbaring is niet zozeer een spoorboekje, het is vooral ook een soort schilderij waarin verschillende kleuren en beelden getoond wordt hoe de Heere God op deze wereld aan het strijden is, tegen de boze en zijn Koninkrijk baan laat breken. En vandaar dat hele bijzondere van de openbaring, dingen worden een beetje schetsmatig neergezet, zodat allerlei christenen van twintig eeuwen geleden, maar ook wij in onze tijd, wij herkennen ons erin. Maar ook duizend jaar geleden zagen christenen die, die dingen uit de openbaring gebeuren. Nou, dan denk ik zoiets als die twee getuigen. Ik weet dat er in Tsjechië, daar heb je op een gegeven moment ook Hus. Die wordt daar als een groot getuige gezien van de protestantse kerken. Die had een vriend. Nou, die twee worden ook als die twee getuigen gezien. Ik zou zeggen, waarom niet? Heel wat profetieën in de Bijbel hebben een meervoudige vervulling. De Heere God heeft ooit... Uit de ballingschap zijn volk, uit de Babylonische ballingschap, weer teruggebracht naar Israël. Later zijn ze weer verstrooid en later heeft God ze nog weer een keer teruggebracht. Woord en geest, de twee getuigen, ik vind het een prachtig iets. Um, ja, ik denk dat daarmee de meeste vragen wel beantwoord zijn. Er zijn er nog wel meer, maar... Um, ik weet niet hoe we met de tijd zitten. Ja, dan denk ik ja, dat we het hierbij moeten houden. Er zijn wel meer vragen gesteld. Maar ja, je kunt niet alles behandelen. We zijn al even bezig geweest. Ik hoop dat het hele mooie dingen zijn voor u. Dat ze in uw hart ook leven. En zeker ook in onze tijd, waarin ook hele moeilijke dingen, hele trieste dingen gebeuren. Waarin we ook beseffen hoe, hoe kwetsbaar ons leven is. En dat we dan telkens zien dat de Heere God bezig is met zijn werk... met zijn eigen volk Israël, met zijn gemeente, met heel deze wereld. Ik stel voor dat we tot slot samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat uw woord zo'n rijke belofte voor ons is. En dat we er ons op mogen verheugen dat u al uw belofte zult vervullen. Heere, wij leven in een tijd met barensweeën die soms in het leven verschrikkelijke pijn kunnen doen. Heren, troost ons dan, sterk ons dan, wees ons dan nabij. En wijst u ons ook op die mooie dingen, dat het evangelie verkondigd wordt tot aan de uiteinde van de aarde, dat de schare van mensen die tot geloof komt haast niet te tellen is. En helaas dat gebeurt in heel veel landen. Helaas in ons land zien we dat misschien veel minder. En leven ook in periode van afval? En dan kunnen we u alleen maar vragen, heren, wil met uw geest met ons verder gaan? Met ons en met al die mensen die we in ons hart met ons meedragen. Wilt u uw volk Israël nabij zijn? Dank u wel dat u hen weer thuis hebt gebracht in dat land waar u door hen gediend wil worden. Dank u wel dat ze daarin het begin mogen zien van de komende verlossing. En heren. Stel hen en ons niet teleur. Maar laat u in uw macht en majesteit zien aan deze wereld. Beëindig alle oorlogen, epidemieën, alle haat en nijd tussen mensen. En als u dat vraagt, dan vragen we u eigenlijk om de heerlijke intocht van uw Zoon, Jezus Christus. Heren, gaat u zo mee met een ieder van ons. Geeft u ons uw hulp en bijstand waar we dat nodig hebben. En geeft u ons hoop. En uitzicht, zodat we altijd in ons leven met verwachting, met goede moed verder mogen gaan. Hoort u ons gebed? We vragen het u alles in Christus' naam. Amen. Ja, Dominee Heikoop, super bedankt voor uw, voor uw interessante lezing. Ik hoop dat u een leerzame avond heeft gehad. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer om half acht, en dan zijn we er met. Kees de Vreugd en die gaat het hebben over het onderwerp Pesach en Pasen. En misschien weten we het, maar dit jaar vallen Pasen en Pesach op een bijzondere manier samen. En de heer Jezus heeft ook, uh, voordat hij ging sterven, heeft hij samen met zijn discipelen Pesach gevierd. En Kees wil uh, met ons uh, nagaan denken over uh, wat heeft Jezus precies gevierd, hoe vieren, uh, viert Israël nu Pesach. En zijn er misschien linken te leggen naar ons Paasfeest? Nou, dat is stof waar we morgen over gaan nadenken. En hopelijk ziet u ons dan morgen weer terug. En voor nu wensen we u een hele fijne avond toe.